hier naast mij Alice van jeugdzorg CNV. Waar werk jij, Alice? Bij de William Schnikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. En voor wie sta jij hier vandaag? Gaaf dat er zoveel mensen zijn, dat had ik niet verwacht. Ik sta hier vandaag als moeder van Joestra en Selma, omdat ik wil dat mijn kinderen goed onderwijs en goede zorg kunnen krijgen. Maar ik sta hier vandaag ook voor mijn pupil Barry, die al 2 jaar onterecht in een gesloten instelling verblijft, omdat er geen passende vervolgplek beschikbaar is. Een jongen van 14 jaar. En ik sta hier voor al die andere jongeren die in dezelfde situatie zitten als Barry. Ik sta hier vandaag voor mijn vele collega's, ook voor jou lieve Shelley, die overspannen thuis zitten. Ziek zijn van de veel te hoge werkdruk. Voor mijn team van 15 werknemers zijn na een paar maanden nog maar 3 werknemers over. En het lukt niet om geschikte, ervaren mensen te vinden die dit gat weer voor ons dichten. En ik sta hier vandaag voor jullie en alle collega's die zich elke dag weer volop inzetten voor de jeugd in dit land. De werkdruk is te hoog en door dit kabinet wordt onvoldoende in de jeugdzorg geïnvesteerd. Het geld moet eerlijker verdeeld worden. Het is voor ons zo logisch dat ik me vaak op zo'n Van Gaals afvraag, zijn wij hier met z'n allen nou zo slim of is de politiek nou zo dom? En mochten jullie willen, ook voor de CNV hebben we inschrijfformulieren voor de vakbond.